When a fire starts to... Yo, what's up guys van NNN, welkom terug op mijn kanaal, welkom terug bij Battlefield 4, welkom terug bij Dragon's Teeth. Vandaag in deze commentary ga ik jullie een vette gameplay laten zien. Deze speel ik met de Bulldog, de allernieuwste assault rifle van de Dragon's Teeth DLC. Die eigenlijk net pas is uitgekomen, dus eigenlijk ben ik nog vrij recent met deze gameplay. Is best wel tof eigenlijk. Niet eens ben nagedacht, niet eens een planning gemaakt om dit te gaan uploaden, maar gewoon... opeens gekocht, een impulsie aankoop. Ik moest en zou Battlefield 4 Premium hebben, omdat ik eigenlijk een soort van verslaafd werd de afgelopen tijd. En nu heb ik Premium, nu heb ik Dragon's Teeth en nu geniet ik. Nu maak ik vette gameplays en heb ik echt heel erg veel zin om deze shit aan jullie te gaan laten zien. En ga ik jullie een beetje vertellen wat ik de aankomende tijd ga doen. De aankomende dagen vooral. Want het is natuurlijk nog steeds lekker vakantie, hè jongens. Wat ik de aankomende dagen ga doen. Wat ik precies in deze gameplay doe. En mochten jullie wat geluiden op de achtergrond horen, is het omdat mijn raam open staat. Omdat het gewoon fucking warm is op het moment. Nou, laten we beginnen. Ik speel dus met de Bulldog, nieuwe assault rifle in Dragon's Teeth. Daarop staan nog wat vette attachments. Ik heb geloof ik een 3.4 zoom. En daarnaast heb ik ook nog een andere zoom. Zodat als ik mijn pijltje omhoog druk, hij zijn wapen schuin houdt. En ik switch met een andere iron sight. Het ziet er gewoon heel erg tof uit. Daarnaast staat er een muzzle brake op. Vette camo van Premium. En speel ik... met de allernieuwste revolver Unica 6. Dat is volgens mij niet de allernieuwste. Er zijn twee nieuwe revolvers. Maar de Unica 6 is volgens mij best wel een nieuwe revolver. Je moet daar in ieder geval mee gaan spelen als je de Desert Eagle wil gaan vrijspelen. Dat is wat ik de komende tijd wil gaan doen. Ik ben vooral bezig nu om 20 headshots te maken met de Unica 6. Om vervolgens dan de Desert Eagle vrij te kunnen spelen. En daarmee gameplays te kunnen gaan maken voor jullie. We spelen dus nu een potje Conquest op de map waarvan ik de naam niet weet. Dat is wat ik wilde zeggen. Hier ga ik fucked up dood door een paar campers. Kloten, want ik was bezig met de vlag te capture. Maar we spelen dus Conquest Large. En dat is zo vet. Het is eigenlijk het enige normaal wat ik doe. Ik speelde dus vroeger altijd al Conquest. Toen heb ik een periode gehad waarin ik het alleen maar tof vond om mensen gewoon keihard te killen. En toen speelde ik dus heel veel Domination en Team Deathmatch in Battlefield 4. Maar nu heb ik de smaak weer te pakken. Nu ben ik weer beter geworden. En nu speel ik eigenlijk alleen nog maar Conquest. En dan merk ik toch meteen weer dat dat toch echt mijn dingetje is. Ik speelde het niet voor niets vroeger altijd al. Net als Jort Rinket. Zo spreek je zijn naam denk ik uit. Ook al zei, Bad Company 2 is mijn lievelings Battlefield. Tot op heden. En ik denk ook niet dat daar een Battlefield overheen gaat komen. Tenzij ze een Bad Company 3 gaan uitbrengen. Maar in die game speelde ik alleen maar Conquest. En dat was zo tof jongens. En nu dus krijg ik een soort Bad Company 2 feeling terug. Als ik echt heel erg goed aan het spelen ben in Battlefield 4. Vooral met al deze vette wapens, items. Het gaat dan gewoon super lekker. Ik merk dat ik vooral heel veel als assault speel. Zodat ik eigenlijk een soort van dokter van de Battlefield ben. Ik gooi non-stop med packs neer en revive mensen. En zo ga je gewoon als team druk zetten. En krijg je eigenlijk de vetste gameplays. Ik heb dus de afgelopen tijd lekker veel zitten oefenen. Veel XP boosts aangezet. Waardoor ik van level 25 naar level 35 ben gegaan in een dag. Dat is heel erg tof. Dat betekent dus ook dat ik heel erg veel heb gespeeld. Maar nu ben ik dus bezig voor die Desert Eagles, zoals ik al zei. Nou goed, dat terzijde. We spelen dus met de tweede wapen. Spelen met die nieuwe revolver, de Unica 6. Ik heb net het verhaal uitgelegd. En ik moet gewoon nog een beetje beter worden met de maps uit mijn hoofd leren kennen. Want dit zijn dus vier nieuwe maps. En precies van deze map weet ik de naam niet. Dus dat is misschien een beetje dom. Maar ja, sorry. Het is ook pas net nieuw voor mij. Ik heb jullie deze gameplay laten zien, omdat er straks gewoon hele vette momenten in komen. En er ook echt momenten in komen dat je denkt van holy shit, dat is echt vet. Het is heel erg fast-paced gameplay. Ik heb Joran ook al een commentary over deze map zien maken. En tijdens het spelen van de beta, of niet eens de beta, hij had early access geloof ik. Ik zeg beta, maar dat slaat helemaal nergens op, want het is DLC. Hij had deze maps gespeeld en hij vond ze niet zo leuk, zei hij. Hij had het niet zo. Hij had deze DLC gelivestreamd. Dat was het. Livestreamen, jongens. En hij had deze map gespeeld en hij vond dit de minst leuke map. Maar hoe meer hij het speelde, hoe vetter hij het vond. En exact dat heb ik ook. Je begint deze map en dan denk je, wat een kutmap. Je wordt telkens in je rug doodgeknald.
Dan loop je weer op het dak, word je vanaf onder dood geknald. En dan loop je weer op de grond, word je weer vanaf het dak dood geknald. Je moet dus gewoon je draai zien te vinden in deze map. En dat kost wat tijd. Jullie zien dat ik hier ook vaak stom dood ga. Dan verwacht ik dat mijn teamgenoten achter me staan. En dan staan ze er niet. Dan word ik weer geneukt in mijn rug. En nou komt hij me wel weer reviven. En dan moet ik het werk weer op gaan lossen. Maar in ieder geval vind je draai in deze map. En hij is echt geweldig. Ik heb dus de afgelopen tijd met heel veel assault lopen spelen. In deze video komen ook nog wat support stukjes. Of nee, niet support, engineer stukjes eraan toegeëdit. Maar ik ben dus vooral nu die assault speler. Ik speel met heel veel assault rifles en gewoon kijken welke de beste zijn. Nou is deze Bulldog, de nieuwste assault rifle, echt een beast. Want jullie zagen dat afstandsschot zonder probleem. Echt jongens, gewoon door een hele lange straat, zonder recoil, een beetje je hoe heet het, vinger terughouden, een beetje rustig schieten en je hebt perfecte kills op gigantische afstand. En dat is wat deze Bulldog zo ongelooflijk sterk maakt. Wat me wel opvalt, ik had er dus, hoe heet het, heavy barrel opgezet geloof ik. Dan wijkt je wapen dus de hele tijd af, het is super onstabiel, je wijkt af, je raakt je enemy niet. En dan denk je echt van, nee, toch maar niet. Dus ik speel vooral met compensator of muzzle brake. En je moet zelf maar voelen natuurlijk. Het is persoonlijk verschillend wat jij vet vindt en wat jij lekker vindt spelen. Maar ik zelf vind hem heel erg lekker spelen. Exact met deze attachments. Je hebt er dus een scoopje op voor afstandsschoten. Maar je hebt ook zo'n iron sight voor de close quarters. En dan heb ik een muzzle brake op, zodat ik gewoon dikke afstandsaccuratie heb. En gewoon dat hij niet al te veel afwijkt. Voelt lekker allemaal. Dit is mijn speelstijl. Je moet zelf maar even voelen hoe dat voelt. Nou, dan komen we aan bij mijn andere ding. Ik krijg de afgelopen tijd heel veel vragen van mensen van, moet ik dit kopen? Wat vind jij van dat? Wat mijn mening is over de Dragonsteed DLC is dat die zeker je geld waard is. De maps zijn tof, de wapens zijn echt awesome. De assault rifle die eraan is toegevoegd is super sterk. Jullie zien hier wat voor beast het is. Daarnaast hebben ze dus ook gewoon de Desert Eagle handgun erin gestopt. Nou, dat is sowieso al sinds kleins af aan mijn lievelingshandgun. Dus zeker weten, deze DLC is jouw geld waard. Echt jongens. Ik draai deze game een moi stand. Ik heb zo'n 18 om... Ik draai een soort K-Dead ratio van... 2.0 of zo. Het is redelijk, maar ik hield me vooral bezig met andere dingen. Vooral bezig met de enemy op afstand houden. Terwijl mijn teamgenoten dan, zeg maar, de vlaggen overnemen. Of mijn teamgenoten druk kunnen zetten. Dat in ieder geval over de gameplay. Dat is wat jullie op de achtergrond zien. Mijn gameplay. Genoeg over geluld. Nu ga ik even vertellen wat ik de aankomende periode ga doen. Undead Nightmare is bijna uitgespeeld. De laatste part komt bijna online binnenkort. En dan hou ik me dus vooral bezig met Dishonored en Battlefield 4. Twee dingen. Dat betekent dus dat beide dingen meer online gaan komen. Zodra niet drie series tegelijk lopen, maar twee, heb ik dus meer tijd voor beide series. Dus verwacht binnenkort meer Battlefield 4. En laat even weten wat je tof vindt. Thanks in ieder geval voor alle gun loadouts. Sorry dat ik niet nu een gun loadout die jullie hebben gevraagd heb opgenomen. Maar ik ging dus nu even vooral spelen met mijn beast loadout. En het is dus de Bulldog. Als assault rifle met die vette handgun erbij, et cetera. Volgende keer ga ik dus een gun challenge opnemen voor jullie. En dat ga ik dan spelen op de verschillende map packs die ik heb. En de verschillende DLC's. Super tof allemaal om te doen. Ik heb er echt heel erg veel zin in. En ik kan ook niet wachten om meer Battlefield voor jullie gaan opnemen. Want ik ben gewoon een beetje verslaafd aan het worden. Ik vind het gewoon zo ongelooflijk leuk opeens. Ik heb dat niet met Battlefield 3 gehad, laten we dat zo zeggen. Het kan misschien liggen aan, aan het feit dat ik nu Battlefield Premium heb. En dat ik over alles beschik en dat ik gewoon echt fucking goede potjes draai. Maar ik weet niet wat het is. Ik heb gewoon echt mijn Battlefield 4 momentje en ik vind dat heel erg vet. En ik hoop dat jullie dat ook vinden. Binnenkort dus meer Battlefield 4 en Dishonored op hetzelfde moment eigenlijk. Undead Nightmare, laat er eventjes je mening over achter onder deze video. Ik ben wel benieuwd namelijk wat jullie van de serie hebben gevonden de afgelopen tijd. En als jullie nog ideeën hebben voor aankomende Let's Plays, ja, laat ze achter. Ik ben zelf echt wel op de hoogte van de games die uit gaan komen. Maar natuurlijk zijn er altijd wel mensen die goede ideeën hebben.
En noem alsjeblieft niet op, ga je Far Cry 4 doen? Ja, dat soort games ga ik doen, maar die komen nog lang niet uit. Dus rustig aan, het gaat nu vooral over de zomervakantie. Mocht je nog een vette game willen zien op mijn kanaal, deze zomervakantie, laat het dan even onder in de comments. En dat vind ik dan pittig prima om eventjes naar te kijken. En kijken wat ik met die game kan doen. Sowieso komen er nog let's plays die ik ga afronden. Denk aan Amnesia, denk aan misschien Alan Wake en dat soort series. Ik ga even kijken wat ik nog ga afmaken. Bioshock 2 misschien. Moet even kijken of dat in de smaak valt. Want die serie heb ik nooit afgemaakt. Ik ben in ieder geval blij dat deze gameplays zo goed zijn geworden. Dat ik in ieder geval vette shit heb om aan jullie te laten zien. En dat ik binnenkort nog meer van dit soort dingen kan opnemen. Ik heb echt zoveel content om te kunnen opnemen. Ik heb dus 4 map packs eigenlijk die allemaal nieuw voor mij zijn. Want ik ben al best wel lang geen DLC-koper van Battlefield geweest. Dus dit is allemaal mega awesome voor mij. Daarnaast zien jullie gewoon dat ik echt een hele lieve jongen ben in Battlefield. Ik revive iedereen en geef iedereen medkits. Zoals het hoort, naar mijn idee. Heel veel mensen vergeten namelijk dat ze dat moeten doen in Battlefield. En dat het niet Call of Duty is. Je gaat niet zomaar in je eentje rondrennen. En dat je eventjes denkt van, ik kan alles, ik kan de hele wereld aan. En what the fuck, check deze chaos. En ik vind het zo heerlijk als ik hier op deze manier uitkom en gewoon niet doodga. Dan gaan we weer, doktertje Denna. Op naar de zoveel revives. En ik krijg ook echt gigantisch veel ribbons en medals deze ronde. Maar dat is ook nog wel logisch als ik zo'n lieve knul ben. Ik ga in ieder geval bedanken voor het kijken. Nogmaals, laat eventjes je like achter. Laat eventjes je mening achter. Jullie horen het muziekje opkomen. Wat ik deze vakantie nog ga doen, is heel veel shit opnemen voor jullie. Maar sowieso, morgen alweer naar het strand. Het is de aankomende dagen best lekker weer, geloof ik. En ik ga even met mijn pa naar het strand. En mijn halfbroertje gaat mee. Mijn vriendin gaat mee. We gaan even lekker chillen. Misschien vlog ik nog wat daar. Het skimboardje gaat mee. Het pennyboardje gaat mee. Dus wie weet komen er nog toffe dingen aan. Vette nieuwe vlogs. Ik weet niet hoe het gaat lopen. Maar ik weet in ieder geval dat deze gameplay goed is gelopen. Dat deze video vet is. Dat alle Battlefield lovers deze content cool gaan vinden. En vooral de in elkaar geëdite video is altijd heel erg tof tot z'n recht gekomen. Dus dat gaat het dit keer ook weer worden. Ik hoop dat jullie het cool vonden. Laat je like achter. Laat je mening achter. En dan zie ik jullie terug in de eerstvolgende part van Battlefield 4. Op mijn kanaal. Hoogstwaarschijnlijk met de gun challenge die jullie hebben opgegeven. Later gasten. When a fire starts to burn, right? And it starts to spread.